leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag een speciale dag, want Annemiek is jarig. Yay. Ja, ik ben jarig vandaag, dus we gaan lekker zoeken. Mijn eerste vondst een zegelloods, best een leuke ook nog. Dus op naar meer. Ja, hier liggen we. Nou, dan komen we gelijk even live dingen. Ja. Wat is het? Ja, wat is het? Goh. Een hele mooie. Zie je het? Wat het is? Nee. Ik ook niet. Een troepje dan wel, denk ik. Of een dinges. Kan ook tegenwoordig. Oh, ja. Ik heb wat gevonden. En wat heb je gevonden? Een kaasknopje. Ah ja, leuk. Nou, dat is een leuk begin, toch? Ja. Zegelloot en een kastknop. Dat bedoel ik. En een dinges. En een dinges. Ja, ik heb wat. Maar ik weet nog niet helemaal wat het is. Ik denk een lepel. Maar hier zit ook wat. Zullen we hem even uitpakken? Het is wel een gekke lepel. Oh, hij is omgebogen, denk ik. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Hij is nog helemaal heel. Wacht, zien jullie het? Dit is de steel en dan is hier de lepel. Wacht. Oh. Lekker soepel ben ik. Ik ben al een jaartje ouder, hè? Ja, 43 nu, hè? Jaren gaan tellen. Ja, moet iedereen het weten hoe oud ik ben? Ja. Kijk, ik heb hem wel gekrast nu. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Is die wel van tin? Ik denk het wel. Oh, dat is gunstig. Maar zal ik hem buigen? Nee. Zal ik hem zo laten? Ja. En dan breekt hij af als je gaat buigen. Nou, ik vind deze wel grappig. Ja. Hij is heel, maar dan een beetje misvormd. Nou, leuk. Ik heb één keer eerder zo'n hele ronde gevonden. Meestal zijn ze een beetje ovaal. Is dat een opscheplepel? Ik heb geen idee. Maar jij kan heel goed opscheppen altijd dus. Dat valt wel mee. Ik ben niet zo'n opschepper. In je tassie? Ja, kapaantassie. En dan moet je dat die ravage weer een beetje netjes zien te krijgen? Ja, want wat ik al zei, hij lag best wel diep. Dus er moest even wat gebeuren. Zo. Nou, perfect. Een regenbui, je ziet er niks meer van. En het gaat straks regenen, dus het komt goed. Ja, Barry heeft ook een zegelloot. Ja. Met een kruisje erop. Ja. De foto komt in beeld. Dan is het zeker middeleeuws dan of zo. Ja, daar houden we het allemaal op, hè. Ja. Ja, leuk. Leuk. Nou, ik heb mijn eerste muntje binnen. Hij is wel kaal. En Barry had een eenie-mini zegellootje. Het was echt niet heel best signaal, maar toch gegraven. Het was toch een zegelloodje. Het is tijd, hoor ik net. Het is tijd voor wat? Voor het muntje. Muntje? Oh, hij ligt er nog in. Ja, hij ligt er nog in. Ga je hem er zelf uitpakken? Dat kan. Ik hoop niet dat er muntjes. Ja. Ik denk het wel. Ja, het zag eruit als een muntje, maar ja, staat er nog wat op? Ja. Ja? Er staat volgens mij nog wat op. Of lijkt het maar. Ja. Zeg het maar. Ja, er staat zeker wel wat op. Ik weet alleen niet hoe je hem moet houden. Ik kan nu nog niet lezen, maar ik zie er zeker wel wat op staan. Nou, dan zeggen we niet. Opdrogen. Dat foto in beeld komt. Perry heeft wat grappigs gevonden. Tenminste, ja, we weten eigenlijk niet echt wat het is, hè? Nee, je weet het eigenlijk niet. Maar het is wel. Het zoeft wat op. Ja, en hier is hol aan die ene kant. Ja. Dus het zat. Ja, ik weet niet. Ja.
Ik vind het wel. Ja, of misschien was het van een kaars. Zo'n kaarsenhouder. Ja, dat die zat er dan zo op. En dan ja, en dan hier die kaars erin. Maar ik zou het verder niet weten. Nee, ik ook niet. Nou, mysterie. Blijft een mysterie. Ik denk dat ik weer een muntje heb. Zo, het waait echt super hard. Zien jullie wel, mijn haar staat recht omhoog. Maar ik heb hem nog niet uitgepakt. Ik ga heel even kijken samen met jullie. Daar ligt hij. Is het een muntje of niet? Is dit het überhaupt? Dit is de afdruk. Of wat? Dat was het dus niet. Nou, het moet erin liggen hoor. Ja, hebbes. Wat ik net zag was dus de afdruk. Ja, een munt. Leuk. Er staat ook nog wat op. Ik ga hem even proberen schoon te maken. Nou, ik krijg hem niet verder schoon, dus ik laat hem even zo. Ik ga thuis verder proberen. Maar, tweede muntje voor mij. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Tweede? 2-2. 2-2. Een muntje. Het zou leuk zijn als hier ook wat op staat, want... Ze komen er niet al te best uit, maar... Is er nou een pukkeltje aan? Dan is het geen 2-2. Ik zal toch niet zo'n stomme knoop gevonden hebben? Ja, het is gewoon vuil wat erop zit. Ja, ja. Ja, dit is echt wel munt. Ja, munt. Er zit een gaatje in. Ja. Ja, muntje. 2-2. Heel speciaal, hè. 2-2. Wat heb je? Ja. Deze. Wauw. Ja, maar dit is wel wat hoor. Ja, het is zeker wat. Maar wat is het? Ja, een dinges. Weer een dinges? Nou, kijk. Ja, dat ziet eruit als een dinges. Waarom is het altijd zo blubberig? Nou, dit is... Ja. Mooi. Ja, en... Een kreeft. Was die lekker? Ja, heerlijk. Nou, Annemieke heeft het gevonden. Knoopje. Dus hij denk... is helemaal plat, maar ik denk dat het zilver. Ja, en ik denk lekker van niet. Nou, dus we gaan even spoelen. Kom mee. Ja, dit is alleen niet heel... Ik ga hier. Lekker fris zo met die koeien... koeienstront. Nee, ik denk het ook niet. Maar wat is het dan? Zink. Kan dat? Koper? Ik bedoel, lood? Ik moet even loslaten als die zinkt is te... Zou ik dat doen? Nee. Niet zo deel. Eens inzoomen. Hey, jarige Job. Nou, ik heb wel een knoop in ieder geval. Ja. Tietje knoop. Dessert. Nou, bijzonder. Ja. Doeg. Doei. Ja, ik heb weer wat moois gevonden met Maxi. Een Sint-Jacobschelp ding. Ja, leuk. Ik weet eigenlijk nog niet echt waarvan het is, maar ik ben er blij mee. Ik wilde de camera opruimen, maar meneer Berry die heeft een mooi signaal, zegt hij. Oh, ja, jullie kunnen het niet horen. Nou, als ik dichtbij kom.
Ja, ik hoor het. Hij staat nogal hard bij jou. Ja. Voor die piep en dat ik bij jou luister. Nou, en bedankt. Ik ben helemaal moe vandaag. Hoe komt dat? Ja, ik heb geen idee. Nou, kom op. Je kan het. Misschien heb ik te veel gesport vandaag. Hij is eruit. Nou, hè, in één keer. Ja, 87, strak. Strak, spannend. Strak. Strak, strak. Ja, daar zit hij. Wauw. Een vette, grote, gouden munt. Woehoe! Mooi, hè? Ja, heel mooi. Die had je nog niet. Nou, fantastische live, Dick weer. Het is een platgedrukte dop. Ja, prachtig. Nou, Annemieke, heb je wat gevonden? Ja, ik heb denk ik een muntje. Ja, ik. We gaan hem weer bijna laten vallen. Kijk, hij zit hier nog in. Als mijn handschoen uit moet, dan laat ik hem misschien minder snel vallen. Ja, afdruk. Leuk. Ja, dat is altijd wel leuk, toch? Alleen de munt is... Zo kaal als een... Net zo kaal als wat jij bent. Ja. Kaal. Ja. Sta ik helemaal in beeld? Nou, niet helemaal, maar het belangrijkste gedeelte staat erop. Leuk. Ja, Barry, je bent live. Ja. Ja, kijk. Een soort huls. Ja. Ik heb geen idee, ik heb er geen stand van, maar ik denk me zo dat dit vol met hagel kan zitten. Ja, dat lijkt het wel op, want hij is nog dicht. Als je niet weet wat het is, dan moet je altijd gewoon met geweld. Dan moet je het openmaken. Dat is hartstikke veilig. Oh, is waar is die? Daar is die. Kijk. Nou zit er dus een krasje op. Wacht, misschien moet je hem op mijn schep leggen. Oh ja. Als je maar niet mijn schep breekt. Are you ready? Ah. Ja. Wel maar lekker liggen. Ja? Ja, maar dan springt dit ding zo tegen je hoofd aan. Ja? Ja. Hij is open. Ja. Kijk, dat is... Allemaal balletjes. Schot hagel. Ja, cool. Nou, niet als je een eend bent en voorbij zwemt. En de schothagel hierheen krijgt. Nee, nou dan hebben we nu een eend gered eigenlijk. Ja. Goed bezig. Annemiek, ben je lekker aan het piepen? Zal ik gaan graven? Ik zou het maar doen, ja. Anders staan we hier vanavond nog. Ja, doen we dat. Ik denk een top. Top? Ja. Ik denk het. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk een dopje. Ja. Ik kan het niet zo goed zien eigenlijk. Ik dacht eerst dat het iets heel bijzonders was. Het kan een hele bijzonder dopje zijn, hè? Maar ik denk dat het een platte dop is. Nou. Jammer. Ja, wel weer een leuke live, Dick. Ik heb wel mijn best gedaan. Ja. Applaus voor jezelf. Yes. Hé, eindelijk een topvondst. Ik had een pijpjesteeltje ook weer. En ik heb volgens mij een supermooie gesp.
Heel mooi. Ik zal hem nog even schoonmaken hoor, maar dat is nu niet echt goed te doen. Maar hier ben ik heel blij mee. We zijn bijna klaar, dus we zaten al een beetje zo van niks gevonden. En Berry heeft ook wat gevonden. Maar we weten niet echt wat het is nog. Hier zit een soort tandjes. Ja, een ribbeltje. Ik weet het niet. Het is wel iets, ja, net als alles. Maar moet ik hem schoonmaken of maak jij het schoon? Nou, daar gaan we. Doei! Nou, ik weet niet of het een dansje waard is. Ja, doe maar gewoon een dansje. Want je denkt dat je iets leuks hebt. Ja, dat denk ik. Ik heb het nog niet gezien, het ligt hier. En waarom denk je dat het iets leuks is dan? Nou, een gevoel. Ja. Omdat ik hier iets van een versieringje erop zie. Dekseltje. Ja. Ik volgens mij zijn het letters. Ja, ik weet niet. Ik laat het even zo. Ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Dus ik weet niet of het een dansje waard was. Maar ik dacht dat het een dekseltje was. Nee, is het ook wel, denk ik. Ja, maar volgens mij staan hier letters op. Ja. Dat ga ik thuis even schoonmaken, want dat gaat nu niet. Zullen we zo stoppen? Ja. Het begint te regenen. Ja. En er komt windkracht 110 km per uur. Oh, dat is windkracht 110 km per uur. Ja, wind dat is wel... met een kracht van 110 km per uur. Ja. Ja. En dan waar jij weg. Want jij bent maar klein. Ja, best wel. Ik doe dit weer op. Zo, dit was het weer. Berry is nog even zijn laatste signaal aan het opgraven. En dan gaan we ermee stoppen. Redelijk wat leuke dingetjes gevonden. Niet heel veel, maar het was wel weer een leuke dag. Vond ik. Jij ook, Ben? Ja, ik vond het een hele leuke dag. Beetje, we zijn een beetje suf eigenlijk, hè? Ja, alle twee. Ja, dus dat werkt ook niet echt mee. Nou, Berry, wat heb je? Dan kunnen we wegwezen hier, voordat we wegwaaien. Hadden we niet vandaag? Een ringding. Een ringding? Nee, die hebben we nog niet gevonden vandaag. Ja. Nou, leuk, dat is een leuke afsluiter. Dus we sluiten de video af met een ringding. Ja, jij gaat lekker een huisje verjaardag vieren. Wat zeg je? Jij gaat lekker een huisje verjaardag vieren. Ja, is goed. Bedankt voor het kijken allemaal en we zien jullie weer bij een nieuwe video. Vergeet niet te abonneren, te liken, te reageren. En niet zeiken. Nee, dat doen jullie nooit. Doe het niet dan!